Giro van der Mans, tevreden met de nieuwe voorzitter? Ik was vandaag een militant die met grote overtuiging het advies van de partijraad heeft gevolgd en voor Bruno Valkeniers heeft gestemd. Ja, ik ben heel blij dat hij een man is die ons naar de volgende 12 jaar kan leiden. Wat is het eerste dat de nieuwe voorzitter voor Giro van der Mans moet doen? Ik denk dat hij dat zelf al heeft aangegeven. Hij gaat een tour door Vlaanderen doen om goed te luisteren naar die militanten, de kaderleden en ook de kiezers van het Vlaams Belang daar zijn eigen synthese uit distilleren en dan in alle rust en kalmte, maar heel hard door recht door zee zijn eigen weg gaan. Dat is wat hij denk ik moet doen. Luc van Nieuwenhuizen heeft net de score van Bruno Valkeniers mogen aankondigen tijdens die toespraak. Is dat een goede score? Ik denk dat dat een schitterende score is. 94% van de stemmen betekent de quasi-unanimiteit. Ik weet wel dat er geen tegenkandidaten waren, maar langs de andere kant is dat een teken. Het feit dat er geen tegenkandidaten waren, dat er niemand de eenheid binnen de partij heeft willen breken. Dat iedereen zich achter die kandidatuur van Bruno Valkeniers heeft willen scharen. Ik denk dat dat een zeer goed teken is. Had u nu liever een vrouwelijke kandidaat gezien als voorzitter van het Vlaams Belang? Och, een vrouwelijke kandidaat zou altijd gemogen hebben van mij, maar ik denk niet dat dat van belang is of dat nu een man of een vrouw is die voorzitter is van onze partij. Het gaat over de rechtlijnigheid en die is belangrijk, zowel qua inhoud, maar ook qua voortzetting van de manier waarop wij aan politiek doen, de manier waarop wij oppositie voeren en tegen de meerderheidspartijen in blijven hameren op het feit dat wij niet democratisch bezig zijn in dit land. Ik denk dat dat belangrijker is. U bent dus tevreden met de kandidatuur van Bruno Valkeniers? Ik ben daar tevreden over, ja, zeer zeker. Alleen de kandidatuur voorlopig. Ik moet nog zien hoe hij in werkelijkheid als partijvoorzitter zal zijn. Maar ik heb daar het volste vertrouwen in en ik zal binnen een jaar kunnen zeggen of ik echt tevreden was of ben over mijn stem. Maar dat komt wel in orde, denk ik. Wat wenst u Bruno Valkeniers toe als nieuwe voorzitter? Ik wens hem veel sterkte toe. Ik wens hem veel werkkracht toe. Dezelfde werkkracht, hetzelfde enthousiasme dat zijn twee voorgangers hebben gehad. Ik denk dat ik Bruno Valkeniers geen raad hoef te geven. Hij is iemand die gepokt en gemazzeld is in de Vlaamse beweging. Die al de voorzittershamer heeft gehanteerd van het Algemeen Nederlands Zangverbond. Dus hij weet waar dat hij mee bezig is. Philip de Winter, Bruno Valkeniers is net verkozen tot voorzitter van het Vlaams Belang. Is Bruno Valkeniers de kandidaat geweest van Philip de Winter? Bruno is verkozen met meer dan 90% van de stemmen, wat aanduidt dat hij de kandidaat is van het Vlaams Belang, van al onze leden en militanten, van onze kaders en onze achterban, en niet de kandidaat van een of ander kopstuk. Had u toch niet liever zelf kandidaat geweest? Nee, ik ben een scorende spits, geen spelverdeler. Kapitein van de ploeg is niet mijn eerste ambitie, maar ik wil wel vooraan de doelpunten maken als snelle spits. Bent u tevreden met de keuze van het congres? Ik ben zeer tevreden met de keuze van het congres. Het is ook mijn persoonlijke keuze. Ik heb dat nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik ben ervan overtuigd dat Bruno in staat zal zijn een nieuw elan te creëren. Dat hij ruggengraat en karakter heeft om onze partij op te stuwen naar de verkiezingen toe. En ervoor te zorgen dat we opnieuw een klinkende overwinning behalen in juni 2009. Naar aanleiding van die Vlaamse en Europese verkiezingen.